Welkom bij Innovam. U kent ons vast wel, van vroeger uit Voorschoten, of van een importeurstraining hier in Nieuwegein, of van een RPT-training op een van onze vestigingen in het land, of van een ROC-praktijkexamen. Innovam bestaat al 65 jaar. We laten u graag zien wat Innovam voor u en de branche kan betekenen. Loopt u even mee? Ik zit hier met Leo Fransen, algemeen directeur van Innovam. Leo, Innovam bestaat 65 jaar. Is er veel veranderd in die jaren? In 65 jaar, Ellen, is er veel veranderd. Ja, dat is een deel van het antwoord. We bedienen veel meer branches, we kennen veel meer opleidingen, we kennen veel meer partners, we hebben er concurrenten bij gekregen. Dus in 65 jaar is er logischerwijs een hoop veranderd. De andere kant van het antwoord is nee. We zorgen nog steeds als Innovam voor vakbekwame mensen in de mobiliteitsbranche. En dat is een constante in die 65 jaar gebleven. Ja. Wat heeft de branche nu aan Innovam? Ja, dat is eigenlijk opgesloten in ons motto, Moves You Forward. Wij zorgen toch voor ontwikkelingen in de branche en bij de medewerkers in deze branche die ervoor zorgen dat ze hun concurrentiepositie beter kunnen volhouden. En wat ik nog vergeet, Ellen, in die 65 jaar vormen wij natuurlijk de verbindende factor tussen onderwijs en bedrijfsleven. En dat is in deze moeilijke tijden een niet te onderschatten belangrijke factor. Ja, zeker, zeker. We zijn nu in Nieuwegein. Wat gebeurt hier allemaal op dit hoofdkantoor? In Nieuwegein verzorgen wij technische trainingen, onze management- en vaardigheidstrainingen, communicatietrainingen. Hier is ook ons exameninstituut IBKI gevestigd. Het instituut voor duurzame mobiliteit wordt hier gehuisvest. Onze certificeringsactiviteiten van ViaNorm vinden hier een plek. En onze consultancy en adviseurs hebben hier een thuisbasis. Okay. Als iedereen nu naar Nieuwegein moet komen, is dat best wel voor de mensen uit het noorden en zuiden een hoop reistijd. Dat is natuurlijk zo. Daar hebben we natuurlijk in voorzien met onze regionale praktijkcentra, die we op een zestal plekken in Nederland hebben. Zodat we de reistijden voor onze cursisten en examenkandidaten zo kort mogelijk kunnen houden. Kijken we naar trainingen, dan zien we ook een ontwikkeling naar digitalisering en web-based trainingen en e-learning. Om de verlettijden voor de bedrijven zo kort mogelijk te houden. Okay, dus trainingen kunnen mensen veel meer online volgen. Hoe zit dat met examens? Kan dat ook? Nee, niet of nog niet, want daar is de techniek nog een beperkende factor. Wat wij wel steeds meer doen is examens ook op locatie uitvoeren. Zeker als het gaat om zaken als APK en WRM. Dat kan eigenlijk op bijna alle plekken, op bijna alle vestigingen van Innovam in Nederland. En bij bedrijven zelf, op hun eigen locatie, doet Innovam dat ook? Dat kan gebeuren, maar dan hebben we wel hier en daar wat aanpassingen te doen aan de locatie om ze ook examen geschikt te maken. Ja. Maar in samenwerking is veel mogelijk. En waar ben je nou het meest trots op als je kijkt naar die 65 jaar? Ja, uiteraard op onze medewerkers, Ellen, die toch al bijna 65 jaar lang bewijzen een centrale rol te spelen in de mobiliteitsbranche. Uiteraard ook op de 65 jaar aan zich, waarmee we toch bewijzen een constante factor in dat mobiliteitslandschap in Nederland te zijn. Dus Innovam gaat voorlopig nog niet met pensioen? Innovam gaat niet met pensioen, daar kun je zeker van zijn. Heel goed. 65 jaar Innovam en ons bedrijf is nog volop in beweging. Wilt u weten wat Innovam voor u kan betekenen? Kijk dan op onze site innovam.nl.